Staverden is in 2012 officieel uitgeroepen tot de kleinste stad van de Benelux. Mogelijk is Staverden met haar 52 inwoners zelfs de kleinste stad ter wereld. In 1298 verleende de Roomse koning Rudolf van Habsburg stadsrechten aan de bestaande hof van Staverden. Het idee van de toenmalige graaf Reinhard van Gelre was om op deze plek een florerende stad te stichten. Na het bouwen van een kasteel, een grachtenstelsel en bijgebouwen heeft Reinhard dit idee laten varen en is de stad een landgoed geworden. Echter wel met behoud van stadsrechten. De hof van Staverden werd vervolgens door de Gelderse hertogen in leen uitgegeven. Het bestaat voor ongeveer 340 hectare uit bos, 310 hectare landbouwgrond en 70 hectare natuurterreinen, wegen en gebouwen. Door de grote afwisseling van loof- en naaldhout, houtwallen, beekjes en bloemrijke velden is Staverden een van de mooiste natuurgebieden van ons land. Tussen al het groen in Staverden liggen 18 karakteristieke boerderijtjes, het Witte Kasteel, de villa en nog eens 30 andere woningen en gebouwen. Verschillende van deze gebouwen zijn aangemerkt als Rijks- of gemeentelijk monument. Het huidige landhuis Staverden is ongeveer een eeuw oud. Het wordt vaak een kasteel genoemd vanwege de veel oudere geschiedenis. In de 14e eeuw werd het toenmalige stenen gebouw namelijk verbouwd tot een kasteel. Na diverse verbouwingen in de loop der eeuwen werd het huis begin 1900 vergroot tot het huidige kasteel. In het ontwerp zijn jugendstil-elementen te herkennen. Het landhuis heeft nog altijd de indeling uit die tijd. Ook schouwen, betimmeringen, trappenhuis, glas in lood en wand- en vloertegels zijn nog authentiek. Aan het voorplein staat een groot dienstgebouw uit de 19e eeuw. Het is een koetshuis waarin ook stallen en een koetsierswoning zijn ondergebracht. Het koetshuis is op de funderingen van een 17e eeuws koetshuis gebouwd. Het stalgedeelte is compleet bewaard gebleven met paardenboksen, ruiven, naambordjes, betegeling en klinkerbestrating. Door Franse en Engelse invloeden is vanaf de tweede helft van de 17e eeuw pas echt sprake van een strakke tuinaanleg in Nederland. De Franse stijl, de barok, is te herkennen aan rechte lanen, cirkelvormige vijvers en doolhoven van bijna mathematisch gesnoeide hagen en is symmetrisch van aard. De Engelse landschapstijl doet vermoeden dat alles wat je ziet op een natuurlijke wijze is ontstaan. Maar niets is minder waar. Elk plekje, elke bocht, en er zaten heel wat S-bochten in het pad en in de beek, zijn zorgvuldig uitgekiend. Na elke bocht moest zich een nieuwe verwondering voordoen. Vandaar de vele verrassende doorkijkjes. In een voormalige boerenschuur bij Boerderij de Molen zijn een bezoekerscentrum en een landschapswinkel gevestigd. Hier is veel informatie over het landgoed te vinden.
De kapel Staverde, ook wel het kerkje Staverde genoemd, maakt als stichting onderdeel uit van de hervormde gemeente Ermelo in de Protestantse Kerk Nederland. De kapel is ook geliefd bij paartjes die er trouwen. En dan vooral als familie uit Amerika of Canada overkomt. Die zijn meestal zeer onder de indruk van deze ambiance. Op het landgoed lopen zeldzame witte pauwen rond. Dit is een traditie die begonnen is rond 1400. In die tijd woonden er leenmannen op Staverde. Ze moesten het landgoed beheren en bewaken voor de eigenaren, de Gelderse hertogen. Ze hadden de verplichting om witte pauwen te houden, zodat ze pauwenveren konden leveren voor de helm van de hertog. Landgoed Staverde wordt daarom ook wel de Witte Pauwenburcht genoemd. Op dit moment leven er nog steeds 28 witte pauwen op Staverde. In de pauwenkooi op enkele honderden meters vanaf het kasteel. De pauwenveren worden tegenwoordig jaarlijks aangeboden aan de commissaris van de koningin in Gelderland.